Mooi, hè? Toch het idee van dat Joodse geloof is er ook een heel blij geloof. Ik was van de week bij iemand en daar zei ik tegen ons, we mogen als christenen wel eens wat blijer zijn. Wat meer, we zijn zaak een beetje calvinistisch af en toe. Geloof is een serieuze zaak en dan moet je, maar wees eens een keer blij in het geloof. Zo'n lied dat maakt het mooi. En het is ook nog een lofprijzing aan de Heere God, maar wel met blijdschap gezongen. Fijn dat ik vanmorgen bij jullie mag zijn. Ik kwam hier vanmorgen binnen door die deur en ik zag daar met grote letters staan, mooi dat je er bent. Vroeger in de Achterhoek zeiden we, mooi dat je er bent. Ja. En dat zijn weer bemoedigende woorden, dan weet je wat, fijn. Het was een paar weken geleden dat ik een lieve zuster van jullie aan de telefoon kreeg met de vraag van, het is vandaag Israëlzondag. En zou je daar in je preek een beetje rekening mee willen houden? Ja. Ze moet een kleine aarzeling bij mij gehoord hebben. Want ik vond dat best wel lastig. En waarom? Dat zal ik je ook vertellen. In mijn beleving zijn er twee soorten christenen. Nou ja, wel meer, maar wat betreft Israël twee soorten christenen. De ene groep is heel erg begaan met Israël. Houdt dagelijks alles bij wat er gebeurt, weet er alles van. En de andere groep, die is ook begaan met Israël, maar wat minder. Laat ik het dan maar zo zeggen. Die houden dat niet allemaal bij en die horen dat dan weer van de ander. En dat zou je niet verbazen dat ik bij die laatste groep hoor. Ik ben nooit opgevoed zo erg met Israël. In de gemeente waar ik van hang, waar ik opgegroeid ben, was dat ook nooit zo'n item. Natuurlijk, het ging wel eens over Israël en er waren ook mensen die wel betrokken waren bij Israël, maar het was toch allemaal wat minder en zo ben ik ook groot geworden. En dan moet je niet meteen schrikken en denken van hij weet er niks van. Want ik weet best wel waar Israël ligt en ik weet best wel waar Jeruzalem ligt. En ik weet ook best wel dat Israël een bijzonder volk is. En dat het Gods oogappel is. En dat God ook een weg gaat met Israël. En dat wij ook aan Israël kunnen zien wie God voor ons is. En ik kan me nog goed thuis, toen ik nog een klein kind was, de dag herinneren dat de Zesdaagse Oorlog begon. Wanneer was dat? 1967. Zo'n mannetje. En dat mijn moeder huilend in de keuken stond van, vandaag of morgen komt nu de Heer Jezus terug. Dus in die zin heb ik dat allemaal wel meegekregen. Maar toch, toen die vraag kwam, moest ik erover denken. En toen dacht ik meteen van, ja, dat wordt dus een geweldige uitdaging voor mij. Dan moet ik me er eens goed in gaan verdiepen. Dat is ook wel weer het goede van die eerste groep van mensen. Want ze houden je ook wel een beetje bij de les. Dus toen ik mij voor vanmorgen ging voorbereiden, zat ik aan mijn werktafel en ik had een grote stapel boeken over Israël naast me liggen. Maar voordat we er nu verder mee gaan, gaan we eerst een stuk uit de Bijbel lezen. En voor vanmorgen is dat Psalm 122. Psalm 122 is een pelgrimslied van David. Een lied dat door pelgrims, door Joodse pelgrims werd gezongen als ze naar Jeruzalem toe gingen. En als ze Jeruzalem zagen en ze gingen Jeruzalem binnen, dan gingen ze op naar Jeruzalem. Daarom is het ook wel een opgangspsalm. Psalm 122. Verheugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. En dan komt het vers waar het vanmorgen een beetje om draait. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. Tot zover. Ik kom op zondagmorgen nog wel eens in verschillende gemeentes. En in een van die gemeentes, waar ik zo af en toe kom, daar zit een hele lieve broeder. Een man met wie ik heel goed overweg kan en met wie ik heel goed in gesprek kan. Hij behoort tot die eerste groep van christenen waar ik het net over had. En elke keer na de dienst komt hij stevast naar me toe met dezelfde opmerking. Je hebt vanmorgen niet gebeden voor de vrede van Jeruzalem.
En dan laat hij mij vervolgens ook weten hoe belangrijk het is dat je daarvoor bidt. Maar niet alleen hij heeft het even gezegd, maar ook in Psalm 122, wat we zojuist gelezen hebben, komen we het tegen. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dus ik ben mezelf maar eens gaan afvragen, wat wordt daar nou mee bedoeld? Wat betekent dat? Moeten we dan maar gewoon bidden dat het goed gaat met de stad? Of gaat het om meer dan alleen maar Jeruzalem? En wordt wat nou echt bedoeld met die vrede van Jeruzalem? Als ik bid voor vrede om ons heen, voor vrede in de wereld, is dat dan wat anders? En waarom vinden mensen het zo belangrijk dat je bidt voor de vrede in Jeruzalem? Jeruzalem is de stad van God. En je zou zeggen, de stad van God, dat zou dus een stad moeten zijn waar het altijd vrede is. Maar dat klopt niet. Kijk maar vandaag naar die stad en zie hoe ver de vrede te zoeken is. En als je in de geschiedenis kijkt, dan moet je ook constateren dat dat al eeuwenlang zo is. Dat Jeruzalem al eeuwenlang een strijdpunt is tussen volken. De stad is het middelpunt geworden inmiddels van allerlei wereldgodsdiensten. En hoe duidelijk wordt in Jeruzalem hoe mensen met elkaar met het geloof om de oren kunnen slaan. Jeruzalem is de stad van God. Maar in niets lijkt God meer in die stad te vinden te zijn vandaag. En het lijkt of God uit die stad verdreven is. Zoals God ook steeds meer lijkt te zijn verdreven uit onze samenleving. En wat dat betreft zou Jeruzalem vandaag dus een spiegel voor ons kunnen zijn. Het is ooit anders geweest. Ooit was Jeruzalem de koningsstad. De stad waar koning David zetelde. Waar het paleis was. En waar koning Salomo een tempel bouwde. Een tempel waar kosten nog moeite voor werden gespaard. De eerste en de mooiste tempel die er ooit gestaan heeft. En in de Bijbel kun je lezen hoe God in een wolk zijn intrek nam in die tempel. In Jeruzalem woonde God te midden tussen de mensen, in de tempel. Een tempel die ten tijde van de Babylonische ballingschap werd verwoest. En er bleef niets meer van over. Het volk werd weggevoerd en het hart van God werd weggehaald. En op dat moment had het volk geen plek meer om God te ontmoeten. Om God te aanbidden. En er was geen plaats meer waar God woonde te midden van zijn volk. Later werd op diezelfde plek nog wel weer een nieuwe tempel gebouwd. Maar die is nooit meer geweest wat het was. Het was nooit meer die tempel die werd gebouwd in tijden van koning Salomo. Net zo goed als het volk Israël nooit meer het volk is geweest wat het was ten tijde van koning David. Het was nooit meer, het is na die Babylonische ballingschap nooit meer een zelfstandig volk geweest. Het werd altijd door anderen overheerst. En in 70 na Christus werd ook die tempel, die tweede tempel, verwoest. En het volk Israël verdween onder de andere volken. Het land was weg. De tempel was weg. En het volk was ook weg. En Jeruzalem kwam in andere handen. En er is in de loop van de tijd heel wat strijd om die stad gevoerd. En dan zou je verwachten, als het volk weg is, als je tempel weg is, als je God weg is, dan gaat zo'n volk ook langzaam verdwijnen van de aardbodem. Net zoals er veel andere volken uit die tijd. Er zijn veel andere volken die we in de Bijbel tegenkwamen en waar we nu niets meer van horen. Denk bijvoorbeeld maar aan de Filistijnen. En ook de kerk heeft heel lang gedacht dat het volk Israël had afgedaan. En dat zij de plaats van dat volk hadden ingenomen. Tot het vorige eeuw de staat Israël werd uitgeroepen en het veranderde. En ook de kerk ineens anders ging denken. En heel veel mensen ineens radicaal omgingen. Opnieuw bleek toen dat God zijn belofte trouw is. Dat God een verbond met mensen kan aangaan dat onberouwelijk is. Dat God nooit op zijn woorden terugkomt. Dat Gods trouw niet afhankelijk is van hoe wij ermee omgaan. En door het volk Israël laat God zien hoe zijn trouw werkt. En hoe zijn trouw, hoe hij daar nooit op terugkomt. En wat ben ik blij dat we dat als eerste mogen zien bij dat volk.
Want als Gods trouw om niet zo was geweest, waar had ik dan mijn zekerheid in het geloof vandaan moeten halen? Hoe had ik dan moeten weten dat ik altijd op God kan rekenen? Door dat volk Israël wordt Gods trouw zichtbaar. Maar ook naar ons toe. Maar door het volk Israël wordt ook zichtbaar dat God een heilig God is. En dat je met Gods heiligheid geen loopje moet nemen. Dat je er wel heel vrolijk mee mag omgaan. Dat hebben we ook nou vanmorgen geleerd. De tempel is weg uit Jeruzalem. En dan zou je bijna geneigd zijn om te zeggen van, de plaats waar God woonde is weg, dus God is uit Jeruzalem weg. Er is geen God meer in Jeruzalem. De stad van God, waar God niet meer woont. De stad is het middelpunt geworden van allerlei andere godsdiensten. En op de plek waar ooit de tempel stond van onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, daar staat nu de tempel van een andere God. Een God die misschien ook wel vrede verkondigt, de vrede van die God, zei ik, is een hele andere vrede dan de vrede die de Heer Jezus ons wil geven. Het is een hele andere vrede dan Gods shalom. Jeruzalem. Het draagt in zijn naam al die vrede. Het is het Hebreeuwse woord Jerusalem. En daarin zit de afleiding van het Hebreeuwse woord shalom. Vrede. Maar daar ben je er nog niet mee. Want vrede is een heel groot begrip, een wijs begrip. En wat bedoel je nou met die vrede? Dat woord vrede kan verschillende betekenissen hebben. Dat kun je ook zien aan de luisteren aan de woorden van de Heer Jezus. Op het ene moment, in het evangelie van Matthäus, zegt de Heer Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. En aan de andere kant, in het Johannes evangelie, zegt de Heer Jezus dat hij ons zijn vrede nalaat. Maar, zegt hij erbij, een vrede die de wereld niet kent. Dat betekent dus dat er verschillende soorten vrede zijn, of dat er verschillen tussen zitten. Dat de vrede die Jezus ons wil geven anders is dan de vrede die wij kennen. En dat klopt ook wel, want de vrede zoals wij die kennen, is een vrede die gebaseerd is op machtsevenwicht. En die afhankelijk is van allerlei economische belangen. En de laatste tijd wordt maar al te zichtbaar hoe broos die vrede is. Want wie kijkt naar de wereld om zich heen vandaag, die kan bang worden. De vrede die de Heer Jezus ons wil geven, is shalom. En shalom heeft de grondbetekenis van welzijn. Ook in materiële zaken. Maar het heeft ook de betekenis van welzijn, van gezondheid. Van welstand. Van rust. Shalom berust op goede verhoudingen tussen mensen, tussen volken. Op verbonden tussen volken. Op samenwerking. Dat gaat al een hele stap verder dan de vrede zoals wij die vandaag kennen, die eigenlijk op geweld is gebaseerd. Maar de shalom waar de Heer Jezus het over heeft, en ook de profeten in het Oude Testament, gaat nog veel verder. Dat is Gods vrede. Dat is een vrede waar wij eigenlijk geen woord voor hebben. Waar onze woordenschat in tekort schiet. Gods shalom berust op Gods aanwezigheid, op Gods vrede. Een shalom die een situatie tekent van vervulling en onvoorstelbare vreugde. Die een situatie tekent van hemelse heerlijkheid. Een vrede die wij vandaag nog niet kennen. Waar wij ons geen voorstelling bij kunnen maken. Een vrede die verbonden is met de Heer Jezus als de vredevorst. Een vrede die nog moet komen. Maar als die er een keer is, waar geen eind aan zal zijn. Shalom, vrede, Gods vrede. Shalom heeft ook nog een andere betekenis.
Het heeft ook nog iets van, het betekent ook nog iets van betalen. En dat is wat de Heer Jezus ook deed in Jeruzalem. Jezus moest in Jeruzalem een hoge prijs betalen om ons die vrede te kunnen geven. Daar liet hij zijn belang, ons belang gaan boven zijn belang. Ooit betaalde de Heer Jezus voor ons de schuld. Hij betaalde voor onze zonde, zodat wij bij God konden komen. Hij betaalde voor onze zonde om de relatie tussen God en ons, tussen God en mij, te herstellen. Om vrede te brengen tussen God en mensen. En dat deed hij in Jeruzalem. En dat maakt ook voor ons die stad vandaag zo bijzonder. Want vanuit Jeruzalem kwam het evangelie van Gods liefde, het evangelie van Gods vrede, ook naar ons toe. De vrede van Jeruzalem gaat dus over het herstel van de relatie tussen God en mens. De vrede van Jeruzalem gaat over het herstel van Gods schepping. Ik heb net al gezegd, Psalm 122 is een pelgrimslied. Jaarlijks trokken vele Joden vanuit het land, van overal van de wereld, van de destijdse wereld, op naar Jeruzalem om daar hun feesten te vieren. En als ze dan aankwamen en ze zagen Jeruzalem daar met de tempel, dan stonden ze even stil. En dan waren de mensen trots en dan bewonderden ze dat. Zoals we het in de Bijbel ook lezen, dat de leerlingen van de Heer Jezus trots waren toen ze Jeruzalem zagen. En het ook aan de Heer wezen. Kijk eens wat mooi. En dit is een stad die er imposant moet hebben uitgezien. En ook lezen we in de Bijbel dat de Heer Jezus huilde toen hij de stad zag en de tempel. Stad en tempel, ze roepen emoties op bij mensen. En als Jeruzalem dan in zicht kwam, dan zongen de mensen deze psalm. En ik heb eens geprobeerd om mij dan voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Dat gevoel wat pelgrims hebben als zij opgaan naar Jeruzalem, als zij die stad binnengaan. Misschien onvoorstelbaar, ik ga het proberen. Vorig jaar was ik met een van mijn dochters een paar dagen in Rome. En zoals het hoort, kwamen we ook bij het Vaticaan en gingen we ook de Sint-Pieter binnen. En als je dan in de stroom van mensen zo'n kathedraal, zo'n kerk binnengaat, had ik tenminste, dan raak ik wel onder de indruk. En dan word je wel stil van zoveel grootsheid. En dan krijg ik wel het gevoel dat God wel daar aanwezig moet zijn, ondanks al die mensen. En dan kan ik er wel ontroerd van raken. En ik vroeg me af, zou dat ook een beetje het gevoel zijn geweest van die pelgrims die bij Jeruzalem kwamen? Het was daar in Rome alsof je even werd opgenomen in de geschiedenis van de kerk. Gevoel of God zelf daar aanwezig was. Of misschien is het een ander gevoel. Vroeger toen ik nog... Nee, ik ben nog jong. Toen ik nog wat minder, meer jong was, toen gingen we vaak naar jeugddagen en zo, en toogdagen. Ejo. En daar was je al dagen van tevoren mee bezig. En je leefde naar zo'n dag toe. En als het even zover was, dan was je blij. En dan ging je met de auto, met meer heen, ging je daarheen en je zong in de auto. Zou misschien dat gevoel geweest kunnen zijn? Het is iets anders. Of misschien, dat het jullie wat meer aanspreekt, misschien is het wel het gevoel van samen met Pinksteren naar de Pinksterconferentie gaan. Waar je ook dagen van tevoren aan het voorbereiden bent en waar het feest is als je er bent. Ik weet het niet. Maar het was een groots gevoel als ze er aankwamen. Jeruzalem, het is de stad van pelgrims. Mensen trekken ertoe om hun God te aanbidden. Mensen trekken ertoe om God lof te brengen. Eigenlijk, zat ik me te bedenken, is dat hetzelfde wat wij hier doen op de zondagmorgen in de gemeente. God groot maken, God lof prijzen. Door alles wat we hier met elkaar doen. En eigenlijk bracht me dat op de vraag van, hoe zit je hier nou vanmorgen? En hoe ben je hier vanmorgen binnengekomen? God is hier aanwezig, dat weten we. En gaf je dat ook reden om vanmorgen door die deuren daarheen zingend hier naar binnen te komen? Omdat je weet, hier is God. En hij wil me vanmorgen iets geven.
En ik mag hem vanmorgen mijn aanbidding en mijn lofoffer brengen. Raak je dat nog? Of ben je eraan gewend geraakt? En is het inmiddels ook gewoonte geworden? En vind je het normaal dat je hier zo zit vanmorgen? Jeruzalem. Ik denk dat het de plek is waar aarde en hemel bij elkaar komen. Elkaar raken. De plaats waar ooit God woonde, te midden van mensen. Waar ooit Jezus rondliep. Waar hij stierf en opstond. En van waar hij weer terugging naar zijn vader. Het is ook de plek waarvan we weten dat hij daar ooit weer zal terugkomen. Dat ooit de dag zal zijn dat het hemelse Jeruzalem op aarde zal neerdalen. En dat aardse Jeruzalem daarin dan zal opgaan. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is bidden voor een vrede die alleen de Heer Jezus je kan geven. Vrede in een plaats waar nu nog het zwaard regeert. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is bidden voor de vrede van Israël. Maar dat is net zo goed ook bidden voor de vrede bij Arabieren en Palestijnen. En al die andere volken daaromheen. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is bidden voor je land en voor je stad. Dat is bidden voor politici en voor wereldleiders. En tegelijkertijd gaat bidden voor Jeruzalem ook nog veel verder. Want bidden voor Jeruzalem is ook bidden, Heer, kom spoedig terug. Dat is ook bidden voor dat hemelse Jeruzalem. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is bidden, Heer, kom snel terug. Dat is bidden vanuit een verlangen. Ik was druk bezig met de voorbereiding en op dat moment keek ik uit het raam van mijn werkkamer. En als ik uit het raam van mijn werkkamer kijk, dan kijk ik zo op het station van Heerenveen. Het station stond vol met wachtende mensen. En ineens vroeg ik me af hoeveel van die mensen die daar staan, zouden de Heer Jezus kennen. En hoeveel mensen die daar staan, zouden niet in de Heere God geloven. Om wat voor reden dan ook. En toen bedacht ik me, maar als de Heer morgen terugkomt, hoeveel van die mensen zouden dan mogelijk verloren gaan? En op dat moment dacht ik ook aan de mensen van het aanloophuis in Heerenveen. Het aanloophuis waar ik al een aantal jaren pastor mag zijn. En waar ik met mensen mooie gesprekken voer. En daar zitten ook mensen bij met een heel mooi geloof. Maar net zoveel mensen die niet meer in God geloven, niet meer kunnen geloven, om wat ze in het leven is overkomen. Mensen die teleurgesteld zijn. En toen ik al die mensen op dat station zag. En toen ik dacht aan al die mensen die ik ken in het aanloophuis. Heb ik dat stapeltje boeken over Israël, dat naast me lag, even aan de kant geschoven. Weet je wat, dacht ik? God zorgt wel voor Israël. Het is tenslotte zijn oogappel. En daar heeft God mij niet bij nodig. En ik mag ook weten dat de Heer Jezus terugkomt. Op zijn tijd. Op Gods tijd. Als een dief in de nacht. Alleen niemand dan de Vader weet wanneer dat is. En op dat moment heb ik gezeten en heb ik gebeden voor al die mensen die ik ken en die de Heer Jezus nog niet kennen. Voor al die mensen daar op het station. Voor al die mensen in het aanloophuis. En daarna ben ik zingend naar het aanloophuis gegaan. En had daar prachtige gesprekken met mensen. En die boeken over Israël, wacht, ik lees ze later nog wel een keer. Amen.
voor de Hamad, toch een voorkeur. Dus vrijdag heb je één keer zingen van Jeruzalem.